Voor de coronacrisis organiseerde Thomas feestvakanties naar Servië, maar nu biedt hij dus heel andere pakketreizen aan. Nog steeds naar Servië, maar nu voor de prik. Nou, je kan dus kiezen uit eigenlijk 5 vaccins. Door de registratie te doen die wij voor je doen, of je doet hem zelf, alleen de site is in het Servisch. Dus dat is gewoon heel lastig. En dat is iets waar wij bij kunnen helpen. En dat is ook waar we de afgelopen 10 dagen al veel mensen mee hebben geholpen om die registratie te doen. Servië? Ja. Om een prik te halen. Nee. Ik zou nog niet doodgevonden willen worden. We hebben al tijd. Je hebt het geduld wel. Ja. En toch staan ze er hiervoor in de rij. Duizenden vaccintoeristen hebben inmiddels een prik in Servië opgehaald. Maar hoe kan het? Nou, je meldt je aan en kiest welk vaccin je het liefste wil hebben. En wanneer? Om dan een afspraak te maken moet je wel een Servisch telefoonnummer hebben, want daar krijg je de bevestiging op. En oh ja, om het land binnen te komen moet je wel negatief testen. Ja, het is dus letterlijk vliegen voor een prikkie. Het is erheen, de prik zetten en weer terug. Nu doet alleen Servië het nog, maar er zijn meer landen die volgen. Ja, ik verwacht dat ook landen als Turkije, als Rusland zelfs ook, dat die dat ook gaan doen. Dus enerzijds is het handel. En de tweede is natuurlijk ook dat het een beetje lange neus trekken naar het westen is die het allemaal zo goed doet, maar niet dus. Tja, want voor je aan de beurt bent bij de GGD, daar moeten de meeste Nederlanders nog maanden op wachten. En ik zit dan nog niet aan de beurt? Toch lang niet. Nee, we zijn echt in september, oktober misschien aan de beurt. Waarom bied je die reizen dan aan? Nou ja, omdat de oudere mensen, dus 55 plus, die ook onze vermaak... Maar ik geloof niet dat die mensen juist nu die reis boeken. Absoluut, ja. Je bent toch asociaal als je gaat? Ja, nou ja, mensen zullen zeggen, ik denk nu even aan mezelf. En dat is het asociaal. Ja, zeker, ja. Maar je biedt ze toch aan? Ja, we bieden ze toch aan. Omdat mensen dat niet... Nee, want daar liggen ze. Daar liggen ze op de plank. Hier liggen ze ook op de plank, maar we spuiten niet door. De reis naar Servië kost ongeveer €700. En de verwachting is dat komende weken zo'n 100 Nederlanders het vliegtuig pakken voor hun prik. Het voelt toch een beetje...